Eva Weekjournaal. Met vandaag. Tinekes glas in loods expositie. Je moet bijna mee fietsen. Vlinder- en bijentuin open. Expositie Orde en Chaos. Elk kwartaal heeft Kringloop Amersfoort een nieuwe expositie in het Minimuseum. Deze keer is het de expositie van Tineke Zunneburg, genaamd Glas in Lood. Nou, we zijn hier omdat we eigenlijk elke 3 maanden wel weer ons Minimuseum weten te vullen met een leuke nieuwe of nieuwere lokale kunstenaar of kunstenares. Nou, eigenlijk is het voor iedereen hier lokaal om een beetje exposure te krijgen binnen Amersfoort. Om je te kunnen laten zien. En dat kan zijn omdat je iets al heel lang doet of omdat je net begonnen bent. En het is voor de kunstenaar ook wel zaak om zoveel mogelijk reclame te maken. En wij vinden het heel erg leuk om onze klanten te laten zien wat er allemaal in Amersfoort te doen is. Ja, glas en lood. En het is niet een speciaal thema, maar gewoon verschillende dingen. Kindertekeningen die ik in namaak in glas en lood. Scheepsramen die ik laten zien dat je ook een scheepsraam kunt maken van glas en lood. In samenwerking met de Rava uit Leusden. En wat je allemaal niet kan doen met glas en lood, sky is the limit. Misschien maakt het voor mij speciaal omdat ik Tineke al heel lang ken. Omdat ze mijn moeder al heel lang kent en die is ook al heel oud. Dus ze gaan al heel lang met elkaar om en ze tuinieren op dezelfde tuin. En ik wist eigenlijk nooit hoe leuk en hoe goed ze was in de dingen die ze maakte. Dus dat maakt het voor mij speciaal. En wat het voor mij speciaal maakt, wil ik ook graag laten zien aan Amersfoort. Meestal proberen we zo elke 2-3 maanden een nieuwe kunstenaar te vinden. Dus tot hartje zomer kan je hier terecht voor Tineke. En anders kan je ook altijd bij haar eigen atelier terecht. In een moderne loods in Achterveld staat een oude verzameling. Het is de liefde van Hans Meeuwissen die hij graag deelt met anderen. We zijn in Achterveld op een klein bedrijventerrein, de Vliet, wat eigenlijk een autoboulevard is in plaats van een meubelboulevard. Want hier zit Porsche, hier zit Ferrari, Lamborghini en oude Saab-dealer zit er, voor klassieke Saabs. En nog een restauratiebedrijf. Dus er is hier, het is een autoboulevard. De verzameling is ontstaan doordat mijn grootvader in Amersfoort was het eerste bedrijf wat Peugeot ging rijden. En bedrijf dus, hè. Particulieren reden al wel Peugeot. En de achterste Peugeot die hier staat, dat is de... Dat is een familiale, een 203 uit 1954. En daar ben ik met mijn grootvader altijd mee geweest voor de zaak tot mijn 7e jaar. Om tekeningen weg te brengen, drukwerk weg te brengen en ordertjes op te halen langs architectenbureaus en bouwbedrijven en dergelijke. We hadden ze eerst hier voor onszelf gewoon gestald. Er staan ook auto's van een vriend van mij. Ze zijn niet allemaal van mij. En deze is van Peugeot. Die hebben ze voor de opening aan mij geleend. Dat is er een uit 1929. En dat is het eerste in serie gemaakte Peugeot. De eerste in serie gemaakte Peugeot. Met het nummer 0 in het midden, wat ze nu nog steeds hebben. En die heb ik te leen gehad een aantal maanden. Het doel is om meerdere mensen te laten genieten van oudere auto's. En dat men niet naar een landelijk museum hoeft waar in een bepaalde plaats, dat dichtbij in regio's ook wat van dit soort exposities ontstaan. En we hebben gezegd alleen ermee rijden, eraan sleutelen en eraan poetsen. Waarom laten we anderen er ook niet van genieten? De expositie is eigenlijk begonnen een paar jaar geleden. Maar toen was het nog niet af met allerlei vitrines en modelautootjes en dergelijke. En toen was men zo enthousiast eigenlijk
dat we gezegd hebben, nou ja, dit vinden heel veel mensen vinden dit leuk en interessant. En men bleef steeds langer als men hier kwam kijken. Dat waren dan speciaal autoliefhebbers. Maar die bleven soms 3 uur kletsen met elkaar. En dan werd er ook gepraat over andere dingen. En over politiek en over het milieu en noem maar op. En ja, het is interessanter als alleen de auto's die hier staan. Want er komen allerlei discussies uit voort. Op een verscholen plekje op de hoek van de Heilige Bergseweg en de Groene Zoom is een groene rustpunt te vinden. De Vlinder- en Bijentuin. We zijn in Leusden, hier op de Vlindertuin. En het vlinderpad dat loopt van de Heilige Bergseweg naar de Vlindertuin toe. Heel toepasselijke naam. We zijn hier omdat de Vlindertuin net een hele renovatie heeft ondergaan. En we de hele winter echt gigadruk zijn geweest met het verplanten, verpoten, renoveren, plannen bedenken. En we zijn nu zover dat die eindelijk geopend is. Nou, de tuin bestaat al zo'n 10 jaar. En dan worden planten alsmaar groter. En ouder en lelijker. Dus we hadden zoiets van, er moet een vernieuwing komen. Hij moet een opfrisbeurt krijgen. Toen hebben we Evelien Beukema ingeschakeld van Buitenkant Tuinen. En die heeft een heel plan ontworpen voor ons met nieuwe beplanting. En toen zijn we gigahard aan de slag gegaan om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, we hopen te bereiken dat mensen die hier komen, dat die zien hoe eenvoudig het eigenlijk is om met wat simpele planten, het hoeven helemaal geen dure planten te zijn, maar hele simpele planten die iedereen kende, om de bijen en de vlinders aan te trekken. Want het gaat echt super slecht met de bijen en ook met de vlinders. Voor iedereen die belangstelling heeft voor tuinieren en vooral natuurlijk voor Leusden, want we hopen echt van Leusden het meest groene dorp te maken van heel Nederland. Nou, ze kunnen zien welke planten we hier hebben staan, want we hebben ook alle planten hebben bordjes gekregen met de bloeitijd, met hoe hoog ze worden, welke insecten, welke vlinders erop afkomen. En dan kunnen ze zelf zien hoe makkelijk het eigenlijk is om toch van hun eigen tuin ook een vlinderparadijsje te maken, net zoals we hier hebben. We zijn met zo'n stuk of 15 vrijwilligers. We werken iedere 14 dagen 1 ochtend en dan werken we echt knetterhard om alles zo goed mogelijk eruit te laten zien. Want op zaterdag en op zondag zijn we geopend voor het publiek en dan willen we natuurlijk dat die tuin er tiptop uitziet. Ja. Na 400 jaar weet Johan van Oldenbarneveld ook hedendaagse kunstenaars te inspireren. Ja, we zijn hier omdat we hier de ploeg hier een tentoonstelling heeft georganiseerd in de Sint-Joriskerk. En die doorloopt, het is 1 tentoonstelling in de Galerie de Ploeg. Het thema van de tentoonstelling is orde en chaos. En dat onderwerp hebben we gekozen omdat dit het gedenkjaar is van het overlijden van Johan van Oldenbarneveld 400 jaar geleden. En we zagen dat omdat het ook breder in de stad wordt herdacht. Vonden we dat mooi om daarop in te haken als ploeg. En wat ook een interessant thema is. En wij hebben daar een soort inhoudelijke thema aan gegeven door orde en chaos te noemen. Het doel van de expositie is, zeg maar, het thema 400 jaar geleden, hè, is Johan van Oldenbarneveld onthoofd. En je kan dat natuurlijk ook geschiedkundig benaderen, van wat is er precies gebeurd. Maar je kan daar ook een actuele inhoud aan geven. En dat is eigenlijk het doel van de tentoonstelling, dat de kunstenaars daar zich mee verbinden en daar laten zien wat hun visie daarop is. Op eigenlijk de gedachtegoed van Johan van Oldenbarneveld. Er doen 26 kunstenaars mee, waarvan ook gastkunstenaars. Dus we hebben 90 leden bij de ploeg en daarvan doen er 16 mee. En we hebben dus ook gastkunstenaars en dat zijn buitenlandse kunstenaars die al
lang werkzaam zijn, soms lang of soms kort werkzaam zijn in Nederland. En we hebben jonge kunstenaars uitgenodigd die hun roots in Amersfoort hebben. Die dus of hier geboren zijn of hier op school hebben gezeten. Zo hebben we bijvoorbeeld Nora Welgraven die op het Vathorst College heeft gezeten. En die dus nu ook meedoet aan de expositie. Nou, de video van Nora gaat over haar, dat zij half Marokkaans is. En wat haar identiteit is. Is ze nou Nederlands of is ze Marokkaans? Dus je ziet eigenlijk de afwegingen, de problemen die op je afkomen als je, en wat is nou de echte Nora? En dat komt eigenlijk in die film, in die video wordt dat duidelijk. En bij de tentoonstelling is ook een catalogus gemaakt. Die is geschreven door Brigitte van Witterswijk. Zij is mede-curator van de tentoonstelling samen met Frits Nolte. En daarin zijn prachtige achtergrondverhalen over de werken te lezen. Zeer de moeite waard. Het is voor €10 verkrijgbaar in de Joriskerk en in de galerie. Nou, de tentoonstelling loopt nog tot 14 juli in de kerk. En tot 30 juni in de galerie.